hier dan mee naar Kamerkijkerpoort, hè? Een extra handcamera bij het bruggetje daar. Stempelen. Ja toch? EP 17. Is het jou? Moet je? Peertje, ja. Als je er eentje inhangt daar, dan zit je heel goed in die hok. Maakt hartstikke leuk geluid. Kun je in Leeuwarden dan zien? Huh? Dit is dat ding in Leeuwarden. Nee, dat heb ik allemaal niet gepakt. Ja, ze verwachten ze met een klein half uur. Hij is dankbaar, daar hoor ik toch niet tegen. Ja, waar zit iedereen dan? Ja, dat is altijd prima. Hij komt er altijd klaar. Ik heb wel eens stikken. Staat de telefoon er nog? Geen iemand heeft telefoon er. Hij staat daar stikken? In de kinderwagen. Ja? Ja,
Gaat verder goed? Mama, die gele jas. Die wil je een telefoonnummer. Alsjeblieft. Ja, dan kan je even bellen als ik gevallen is, hè? Niet zo de En die Belgische collega's brengen dan natuurlijk in beeld zoals het behoort, zoals we hun werkstukken ook al hebben mogen bewonderen. Laat ik dat woord maar rustig uitspreken tijdens de wedstrijdtocht. Dit zijn dan toertochters in de buurt ergens van Bartleheim. Daar waar de motor... Mooi mee spelen, jongens. Geef maar mooie plaatjes. Ga een keer met de motor terug, geboren. Maak gewoon maar mooie 10 minuten. Allerlei uitlatingen in de interviews gedaan dat we nu zijn beland in de fase van deze dag die leuk genoemd wordt. Ach, dat is het eigenlijk de hele dag wel geweest om er een superlatieve maar niet meer te gebruiken. Ze willen daar niet zo blijven, kunnen niet anders. Henk Hertenheerfis, ga door. Terug naar de centrale presentatie. Joop, pak het over. Ja, bedankt dat we ons nog even een woord hebben gestaan. Ook leuk. Tentje Guus. Vanmorgen kregen we ook vrij veel telefoontjes van kijkers die graag wilden zien hoe de toertochter is afgebracht. En hebben we gezegd. Mag ik op de 5 even Harlingen hebben? Eindregie voor Harlingen. Je komt zo meteen aan de beurt, hè? De winnaar met zijn vrouw in de kans. Ja, ik zie het. Ik ga dus eigenlijk dan. Ja. Neem het even op, jongens.